Spits het Kidsweekjournaal van donderdag 5 maart. Het is Tuiterende Vis, een kletsnatte grappenmaker en de mop van de dag. Maar we beginnen met een scheidingscoach voor kinderen. Als je ouders gaan scheiden, is dat natuurlijk helemaal niet leuk. Daarom hebben ze op basisschool De Driesprong in Lelystad een speciaal hulpprogramma gemaakt. 10 kinderen uit groep 6 tot en met 8 krijgen deze maand hulp van een scheidingscoach. Dat is iemand die de kinderen helpt met de scheiding van hun ouders om te gaan. Ook de ouders zelf krijgen hulp. Het doet heel veel met kinderen als je merkt dat je lotgenoot hebt. Dat je niet de enige bent die met die gevoelens loopt en met die problemen. En dat zeg ik de ene uit dat naar buiten toe. Maar ja, er zijn ook heel veel kinderen die trekken zichzelf terug. En die zijn heel stil in de klas, maar die lopen wel met dat probleem. En die hebben misschien wel een groter probleem nog. Er zijn elk jaar ontzettend veel kinderen in Nederland waarvan de ouders gaan scheiden. Wel 60.000. Van elke 3 kinderen is er eentje die het extra moeilijk krijgt. Die zijn bijvoorbeeld angstig of kunnen zich niet zo makkelijk concentreren. En veel van deze kinderen maken hun school niet af. Door de scheidingscoach leren de kinderen de scheiding beter te begrijpen en erover te praten. Ik denk dat het een kwestie is van met elkaar delen wat je meemaakt, wat je problemen zijn, waar je tegenaan loopt. Ik denk dat dat de bedoeling is. En een soort manier zoeken van gezamenlijk verwerken van al die ervaringen die je opdoet als kind van gescheiden ouders. Duikers keken raar op toen ze opeens een vis over de zeebodem zagen stuiteren. Ze hadden de vis nog nooit eerder gezien. De vis heeft felle kleuren en stuitert als een rubberbal over de zeebodem. Nog nooit had iemand de vis gezien. Hij stond dan ook nergens in de natuurboeken genoemd. Het is dus een nieuw ontdekte vissoort. De vis heeft de naam Psychedelica Frogfish gekregen. De vis is een beetje oranje van kleur en heeft allemaal witte en blauwe strepen. Hij stuitert over de zeebodem, waarbij zijn zijvinnen hem steeds weer omhoog duwen. Daardoor lijkt hij net op een rubberbal. De vis is ontdekt bij Ambon. Dat is een eiland in het oosten van Indonesië. Waarom de vis nog nooit eerder is gezien, is een groot raadsel. Het zal je maar gebeuren. Cabaretier Jan-Jaap van der Wal stond net op het podium toen hij opeens nattigheid voelde. Er kwam allemaal water uit het plafond. Maar al snel had het publiek door dat er iets helemaal misging tijdens het optreden van cabaretier Jan-Jaap van der Wal. En toen kwamen de spatjes naar beneden. Nou ja, Jan-Jaap deed al een paar stappen opzij en toen begon het iets harder. En toen Jan-Jaap weg, hè? En toen kwam het met bakken op het podium terecht. Dus de hele eerste rij was aan het, verdrinken is een groot woord, maar drijfnat werden we in ieder geval wel. Ik ben drijfnat. De ongeveer 550 bezoekers moesten de zaal verlaten en de voorstelling werd afgelast. Oorzaak van het waterbelet is waarschijnlijk een technische storing in de sprinklerinstallatie. Er is altijd wat rook op het toneel voor het licht. Dan protocolair wordt de brandmeldinstallatie dan uitgeschakeld voor de duur van de voorstelling. Dat is met de brandweer allemaal keurig afgesproken. Dus dat is ook gebeurd volgens het protocol, alleen toch is die afgegaan. Dit is echt verschrikkelijk voor theater in de eerste plaats. Ja, god, ik kon aflopen en naar mijn kleedkamer gaan waar het droog is. Maar je denkt ook aan al die mensen. Voor het optreden van Van der Wal wordt een nieuwe datum gezocht. Van der Wal wordt een nieuwe datum gezocht. En dan het weer. Veel wolken en af en toe een buitje. Het wordt ongeveer 7 graden. Morgen is het ook bewolkt, maar is er iets minder kans op regen. Het blijft rond de 7 graden. Dit was het voor vandaag. Kijk op de site voor meer nieuws. En we sluiten af met de mop van de dag. Morgen zijn we er weer. Tot dan. Wat is de lievelingsdrink van een slang? Een sissy.